Balthazar. Hij heet Balthazar. De stofzuigerrobot. Of zij. Je weet niet of het een hij of zij is. Ik vond het onaardig om het te vragen. Goedemorgen. Nee. Ik heb geen koffie in huis en eigenlijk ook niet echt ontbijt. Oh, dat is oké. Ik zal even kijken wat ik heb. Emke was dronken gisteren. Ken jij Emke? Ik heb met Emke op de middelbare school gezeten, maar ik ken hem. Maar ik ken haar niet echt. Echt gênant, ik moet er even appen zo. Oh, ik was zelf ook wel een beetje... Hé, is dit munt, hè? Ja, wil je honing? Wat, doen mensen dat echt? Munt-thee maken? Dat is vrij simpel. Munt-thee maken? Ja, ik ken het alleen uit restaurants en zo. Wat vet. Hoi. Hoi. Ik ben Leila. Ja, dat weet ik toch? Ja, oké. Leila. Heb je hoofdpijn? Nee. Nou, ja, wel een beetje. Oh, doen we dat niet? Jawel. Jawel. Het is op zo'n ochtend altijd een beetje... Is het voorbij of mag je nog? Is oké. Je bent mooi. Dank je. Jij bent veel mooier dan ik. Oké, dat is niet waar. Je huis is echt het woonmagazine. Wauw. Kate heeft me wel eens verteld over jou, omdat ze natuurlijk allebei dezelfde naam hebben. Kent Kate mij? Ja. Dat is raar. Ik was op haar feestje. Ja, ik was op haar feestje, maar ik ken haar helemaal niet. Ja, via. Nou ja, goed. Kate vertelde dus over jou. Maar wat dan? Wat heeft Kate dan over mij gezegd? Ik veel. Sorry dat ik je onderbreek. Dat je fan bent van Queen en dat je werkt voor een accountant. Is dat niet waar? Allebei die dingen zijn echt helemaal niet waar. Het is vreemd? Ja. Oh, dat is Leila. Nee. Jij bent toch Leila? Nee, ik ben Leila met A-Y. Jij hebt het over Leila met A-E en een H aan het einde. Jij bent E-I, toch? Ja, gewoon I. Nou, er zijn veel te veel Leila's. Ik dacht al, Kate kent me helemaal niet. Je bent dus ook geen fan van Queen? Nou, nee. Ik moet werken en... Blijf lekker hangen, hoor. Normaal zeg ik nu zoiets als er staat ontbijt in de keuken, dus feel free. Normaal. Maar er staat dus geen ontbijt in de keuken. Dat betekent in ieder geval dat het geen vooropgezet plan is. Dat wat geen vooropgezet plan was? Nou, dit. Dat je me niet expres mee naar huis hebt genomen. Natuurlijk was het geen vooropgezet plan. Nee. Ik ben hier normaal niet zo van, hoor. Dit soort seksuele... Dit. Maar ik vond het best... Leuk. Ik weet natuurlijk niet hoe jij... Maar wat mij betreft mag je me... Je mag me best bellen nog eens. Of vanavond gewoon nog steeds in het appartement zijn als ik terugkom. Of... Alles oké? Ik heb vrijgenomen. Wat? Van mijn werk. Je hebt vrijgenomen? Ik heb me ziek gemeld. Had jij al plannen? Ik had college, maar dat heb ik al gemist.
Dus jij kan ook nog wel een ontbijtje doen met mij. Een echt ontbijt. Ik denk wel dat ik dat kan. Oké. En wil je dat ook? Ja. Ja, dat lijkt me best leuk.